Björn, ik zei tegen Carlo Borghuis, 2-2, ja, een stand waar iedereen mee kan leven? Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Ik denk als wij dan uiteindelijk nog op 2-1 voorkomen, dat we hem wel over de streep kunnen trekken. Maar dan zou je gestolen zijn geweest, denk ik? Ja, misschien wel. Eerste helft was sowieso voor ons, vond ik. We hebben weinig weggegeven. En zelf tweede helft weinig gecreëerd. Eerste helft, maar op zich nog wel een paar kantjes gehad. Dus uiteindelijk wel tevreden met het punt. Nou, toeslaan op het juiste moment, daar markeerde niet aan bij Hoogeveen tot nu toe. Weer in de beginfase, nadat jullie begin een klein beetje onder druk kwamen, sla je toe met een treffer van jou. En wat een heerlijke opluchting moet dat dan zijn. Ja, het was een snelle treffer, dat is altijd lekker natuurlijk. Dan zit je er gelijk goed in, denk ik. Dus dat was lekker. En toen begon het voetballen ook, hè? Ja, klopt. Ik vond ons wel eerst zelf sowieso beter aan de bal ook. Zij waren niet echt gevaarlijk geweest, dus... Olga, die vrije trap van Borghuis inderdaad. Die Pedro trouwens eerst wel opeisen nog. Maar goed, inderdaad, eerste helft stond het als een huis. Wat gaat er dan in die tweede helft fout? Ja, standaard situatie? Standaard situatie, gelijk naar rust een goal tegen ook. Dat is gewoon, moeten wij beter verdedigen. En dan trek je hem over de streep uiteindelijk, denk ik. Doelpunt gaat natuurlijk altijd de fout eraf. Maar ja, hij kan ook gewoon vallen door kwaliteit van de tegenstander. Waar gooi je het bij die treffer op? Bij die tweede of die eerste? Die eerste? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik denk dat wij... Dat wij het ook wel kunnen verdedigen als we echt allemaal scherp zijn. Maar goed, dat was een goede goal, zeker. Dat wel. Ja, en dan zei ik het al, dan komt eigenlijk die treffer van jullie min of meer wel een beetje uit de lucht vallen. Want jullie komen eigenlijk niet onder de druk uit. Hè? Nee, klopt. Wij wonnen de tweede helft weinig tweede ballen, vond ik. En in die fase dan deden we dat wel een aantal keer. Dan zag je ook gelijk dat het wel iets gevaarlijker werd. En Sander schiet hem goed binnen, dus dat was wel echt een goede goal. Ja, waar zat hem dat in? Voelde je dat Dedo misschien wel meer druk gaf? Dat het minder ging, bedoel ik, de tweede helft? Het was ook wel een zware wedstrijd, vond ik. Dus misschien dat wij wat uitputten. Wij gingen ook wat lager staan. En dan krijgt Dato wat meer de bal. Waardoor zij ook gevaarlijker kunnen worden. Het waren ook wel twee ploegen denk ik, die aan elkaar gewaagd waren. En elkaar, van elkaar precies wisten zeg maar, waar ze elkaar goed moesten bespelen. Ja, ik vond dit ook een goede ploeg, Dato. En ik vind ons ook een goede ploeg. Dus we waren aan elkaar gewaagd. Het was een mooie wedstrijd. Ik had voor aanvang even over met Björn, andere Björn, de trainer. Ja. Van ja, Björn nu aan de zijkant. Wel even wennen. Vorige week oogde het een beetje onwennig. Ervaarde je dat ook zo? Op zich vond ik vorige week ook niet heel slecht gaan of zo. Bij M heb ik ook altijd wel rechtsback gespeeld. Dus ik ben op zich wel aan gewend. Maar, het is wel even schakelen, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. De laatste jaren nu natuurlijk ook op middenveld en centraal veel gespeeld. Weinig op rechtsback. Vorig jaar volgens mij 2 wedstrijden of zo. Dus aan de zijkant weer vind ik ook wel prima hoor. Volgende week weer centraal. Ja, Livon die haalt er nog even eentje onderuit. Ja. Dus die ging eraf. Ik stond natuurlijk ver vanaf. Vanavond maar even goed terugkijken. Maar jij stond er wel dichterbij? Ja, ik stond wel dichterbij. Ik kwam wel hard in. Dus ja, ik kon hem geven. Wel bijzonder. Jammer voor Livon natuurlijk. Net terug van blessure en dan dit. Ja, klopt. Nou, hij zat er wel weer goed in, vond ik. Dus. Absoluut. Centraal verdediger staat ook goed. Jij volgende week waarschijnlijk weer centraal achterin tegen Apeldoorn. Goed gevoel overgehouden wel aan deze wedstrijd dus. Ja, zeker. En misschien dat Boy de overschrijving nog rond kan krijgen, dat hij ook nog centraal kan. Dus, Die regelgever van de KNVB, Björn? Ja, dat is een heel gedoe. Maar volgens mij ligt het er nu weer bij de KNVB, dus dat is ook even afwachten. Ja. Wel vervelend natuurlijk, ook voor Boy zelf. In ieder geval een goede start, denk ik, al met al, met uitzondering van die uitschieter tegen TVC. Je merkt ook dat het steeds meer een groep gaat worden? Ja, zeker. Vooral verdedigend moet het nog wel beter. En qua conditie dat we gewoon de hele wedstrijd eigenlijk vol druk kunnen zetten. Want dat is wat we willen. En als we dat voor elkaar krijgen, dan kunnen we heel ver komen, denk ik, dit seizoen. Dankjewel.